Wij waren dus voorbij Jouren richting Heerenveen. En toen ineens zie je dus dat de rode autolichten wel heel dichtbij komen. En toen bleek een kettingbotsing gebeurd te zijn, iets voor ons. En toen werden we dus de weg afgeleid. Het zijn de laatste uurtjes van 2019. Champagneflessen staan klaar om ontkurkt te worden en vuurwerk is binnen handbereik. Toch verloopt oudejaarsavond voor heel veel mensen anders dan gedacht. Door dichte mist vinden er in Friesland twee kettingbotsingen plaats, waarin totaal zo'n 70 auto's bij betrokken zijn, tientallen mensen gewond raken en een 58-jarige vrouw om het leven komt. Flori is met haar man en kinderen een dag naar de Winter Efteling geweest. Op de weg terug komen ze bij Jouren in dichte mist terecht, waarna bij Heerenveen de auto's voor hen bovenop elkaar botsen. Dat was heel erg schrikken. We hadden ook twee kinderen achterin en die schrokken daar ook van. Het waren ook niet drie auto's die in de berm stonden, maar het was een hele lange, de weg vol met auto's die schots en scheef stonden. Dus dat was enorm schrikken. We zijn toen van de weg afgegaan, maar toen we helemaal van de snelweg afgingen was het helemaal geen zicht meer. Dus op de snelweg zag je nog wel de strepen voor de auto, maar verder niet meer. Het is op dat moment rond 7:30 in de avond. Het KNMI heeft code oranje afgegeven en Flori en haar gezin rijden stapvoets en dolend door Heerenveen. We vonden het heel spannend. We zijn dus beide niet snel dat we mist of ijzel. We denken altijd, komt wel goed. Maar nu dachten we wel van dit komt niet goed. En dit was ook geen code geel wat ze zeiden. Dit was echt dikke code oranje of rood. En we wisten dus niet waar we waren. We hebben toen wel de live, zo'n live locatie delen aangezet in de familie-app. Zo van, dan weten tenminste nog anderen waar wij zijn. Na hun zwerftocht komen ze aan bij een hotel dat toevallig ook ingericht is als opvanglocatie. Want dat de nacht in Friesland moet worden doorgebracht is dan al duidelijk. We konden echt niet meer terug. De A7 was ook afgesloten. En daarbij was het ook gewoon onverantwoord om te gaan rijden. Het kon echt niet meer. Dus we hebben met heel veel andere mensen en gezinnen hebben we bij HJ het nieuwjaar gevierd. En dat was een heel bijzonder start van 2020. Maar we waren wel heel erg opgelucht dat we daar waren. En dat we niet meer ergens buiten stonden in the middle of nowhere. Dat we gewoon in het hotel zaten. Ja. Een tip voor de mensen die in de toekomst ooit in zulke mistbanken terechtkomen. Wat zou jouw tip zijn aan die mensen? Nou, ga zo snel mogelijk de weg af. Dus als je ergens je auto neer kan zetten, zet je auto dan neer. Maar als je weet dat het komt, ga echt de weg niet op. Gewoon echt niet doen. De Verkeersinformatiedienst adviseert als het zicht minder dan 50 meter is om mistlampen voor en achter in te schakelen, alleen de normale dimverlichting aan te zetten en ervoor te zorgen dat je de achterlichten van je voorligger blijft zien.